ben Jeffrey Maho, ik ben 24 jaar, werk 2 maanden bij Danone. De eerste 2 maanden zat ik in opleiding. Dan leren ze u hoe dat je de installatie moet bedienen. Als operator werk ik in een 2-ploegensysteem. We gaan vooral stalen nemen, fermenteren en maken van actimel eigenlijk. Als we een uur bezig zijn met onze shift, roept de teamleader iedereen bij elkaar. Dan overloopt hij de 5 belangrijkste punten van de dag. Ja, de sfeer in het team is heel belangrijk. Ik ben echt in de groep aanvaard. Ik ben Dieter Verheijden. Ik werk nu ongeveer 4 jaar bij Danone. Ik heb een opleiding professionele bachelor autotechnologie gedaan. Voor ik hier werkte heb ik 4 jaar in een garage gewerkt. En toen heb ik beslist van toch een omschakeling te maken naar een andere technische passie. Dan ben ik hier in Danone terechtgekomen. Ja, het is een heel afwisselende job, pannen oplossen, je moet onderhoud doen. Iets wat ik echt wel heel plezant vind en dat trekt mij wel aan. Wij zitten in een relatief jonge ploeg. Dat maakt het wel plezant, we hebben allemaal dezelfde mindset. We gaan ook na het werk samen eens iets drinken, weer gaan bowlen, we houden de sfeer erin. En je merkt dat ook als je maandag binnenkomt na zo'n weekend.